De kinderen die hebben deelgenomen aan het muziekvakantieplan van de Stichting SISME hebben gisteren een sprankelend optreden verzorgd. SISME staat voor Suriname International School for Music Education. De opvoering is gehouden in het KOB-gebouw. Volgens Ramon Williams, oprichter van SISME, is het doel van het muziekvakantieplan om kinderen in de vakantie creatief bezig te houden. Niet alleen met muziek, maar de basis is muziek. Daar draait eigenlijk alles om. Maar we hebben ook sport en spel, creatieve handvaardigheid en dans en beweging. Instrumenten bespelen, we hebben hier of instrumenten, dat zijn xylofoon-type instrumenten die we hebben kunnen zien. Leeftijdsgroepen, ik maak meestal 4 groepen. De kinderen van 3-4 zitten in 1 groep, 5-6, 7-8 en 9 en ouder. De bedoeling is dat ze aangepast aan hun leeftijd de liederen leren die voor hun leeftijd geschikt zijn. De dansen ook, wat ik gezien heb, maar ook het bespelen van de orfslaginstrumenten. Xylofonen, klokken spelen en wat ze doen. Het is een jaarlijks terugkerend evenement. En ik moet zeggen dat het dit jaar zo'n eigenlijk een jaar van hoog gezet worden vanwege de slechte economische situatie. Williams had gedacht dat de participatie minder zou zijn vanwege de moeilijke economische situatie in het land. Maar de inschrijvingen liepen toch heel vlot. Tijdens het muziekvakantieplan zijn 80 leerlingen op een educatieve en creatieve manier bezig gehouden in de vakantie, benadrukt Williams. Dus ik moet zeggen, ik zelf als ontwerper van het vakantieplan, ik geniet elk jaar weer als ik die grote groep kinderen weer voor me heb. Ze zingen, ze spelen en nou ja, van alles en nog wat gebeurt op zo'n vakantieplan. Ik hoop, want ja, ik ben ook niet de jongste meer, ik hoop dat ik nog een paar jaar hiermee kan doorgaan. Ik ben bezig om een paar mensen op te leiden dat als ik het niet meer kan, dat ik toch nog lekker kan doorgaan. Want dit is een geweldige, betaalbare vakantie voor ouders, voor hun kinderen. Je moet je voorstellen, mama en papa gaan aan het werk. De kinderen komen bij Oom Ramon en ze zijn van 8 uur morgens tot 4 uur middag de hele dag onder de pannen, veilig. Ik werk met een team van deskundigen. Iedereen die bij me werkt is deskundig op zijn gebied. De dansdocent, de sportdocent, allemaal leerkrachten op basisschool en middelschool. Maar ook hand-in-hand arbeid is een docent. Daarnaast zijn er een groep assistenten. Dat zijn leerkrachten van de basisschool. Die de hele dag met die kinderen lopen. Ramon Williams, oprichter van de Stichting SISME. Hij sprak gisteravond na de sprankelende opvoering van de kinderen. Die hebben meegedaan aan het muziekvakantieplan 2018.